wordt ook opgenomen. En als jij in de gaten had, die zich melden, Guido, want ik heb in mijn scherm niet altijd iedereen in beeld. Nee, nou, ik zie de teller oplopen. Goedemiddag allemaal. We hebben wederom een webinar van de publieke zaak. En zoals altijd vragen we daar mensen die een beeld hebben van een richting en een achtergrond. En een hele belangrijke daarbij is natuurlijk het publiek en de publieke zaak en het publieke leiderschap. Nou, drie keer dingen die bij elkaar komen. En we hebben vandaag een hele bijzondere spreker, Mark Verquin, die een kompas voor het publiek leiderschap heeft ontwikkeld. Nou, daar gaat hij dadelijk alles over vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, zal ik even heel kort met jullie door het schema voor het komende uur lopen. Zoals jullie weten, ik ben Guido van Nispen. Ik doe een kort een introductie. Vervolgens komen er twee introducties. De eerste van Mickey Huibrechtse, voorzitter van de publieke zaak. Die even de context gaat neerzetten van het derde boek van de publieke zaak, Meer Wel. En waarom dat relevant is. Een van de onderdelen in het boek gaat over werken en hoe belangrijk dat is voor de mensen in het algemeen, maar ook voor het leven van mensen. Dat zal Jan Prins toelichten. Vervolgens krijgen we een uitgebreide keynote van Mark over het kompas voor publiek leiderschap. En daarna gaan we in gesprek met jullie en alle deelnemers. En om 2 uur stipt sluiten we af, omdat in de tijden van Zoom mensen nog veel stipter aan de klok zijn gehouden. En het is altijd zonde als mensen op het eind allemaal weggaan. Even een paar hele korte huishoudelijke mededelingen die wel van belang zijn. Het webinar wordt opgenomen en gedeeld. Dat betekent er zijn ook geen Chatham House rules. Want ja, als je in beeld bent en je spreekt, nou ja, dan kan iedereen dat zien. Mocht je een vraag of een opmerking hebben waarvan je denkt, die wil ik wel stellen, maar liever niet onder mijn eigen naam of vanuit mijn organisatie. Zet hem dan even anoniem in de Q&A. En dan zal ik die namens je stellen. Ik zal straks ook het vragen stellen verzorgen, om te zorgen dat we dat goed en gemodereerd doen. De chat, dat is iets anders dan de Q&A. Hè. Dus in jullie schermen heb je, en dat zal iedereen onderhand wel weten, na 2 jaar achter het scherm zitten in de pandemie, knopje Q&A, dat heb ik net aangegeven, question and answer. Zet daar je vragen voor de sprekers in. En je hebt chat, en daar kun je onderling vrij met elkaar communiceren. En zet daar niet je vragen in, want dan wordt het voor mij als moderator ingewikkeld. Wil je iets met ons doen? Dat vinden we ontzettend fijn. Stuur dan een mailtje naar info@publiekezaak en dan nemen we contact met je op. Nou ja, dan gaan we natuurlijk meteen door naar de eerste introductie van Mickey Huibrechtse. Die gaat meer gaan vertellen over het derde boek van de publieke zaak, Meer Wel. Mickey, mag ik jou het woord geven? Dankjewel, Guido. Ja, dit is het uitvloeisel van een hele lange inspanning van de publieke zaak, die de laatste jaren zich geconcentreerd heeft rond 3 boeken. En daar is het onderwerp werken een van de centrale onderwerpen in de 15 hoofdstukken die daar zijn weergegeven. Als je even de 3 boeken kan laten zien, mijn goede Guido. Ah, daar is die. U ziet het al direct, de Nederlandse vlag. Daar zat enige strategie achter toen we dit proces begonnen. We zijn begonnen met het boek Meer Waarde. Een 4-tal jaar geleden. Dat ging over de rol van de onderneming in de maatschappij van morgen. Met name een nadruk op de maatschappelijke functie van de onderneming. Het tweede boek dat ging over meer wij. Beide boeken waren individuen die hoofdstukken schreven, die werden samengevat. Meer wij ging over samenwerking in de 21ste eeuw. En dat was heel belangrijk, want het bleek uit een eenvoudige enquête dat mensen zelf op hun eigen werk al meer dan 35% productiever zouden zijn als er werd samengewerkt. En als je die vraag was een uitgebreide enquête, als je die verder stelde voor uw afdeling, uw onderneming, dan gingen die percentages liepen enorm op. En daar geloof ik in. Er wordt veel te weinig samengewerkt. Maar dit boek
is toch wel een beetje de top van de Maslow-pyramide, meer wel gaat over herinrichting van onze maatschappij. Publieke zaak heeft twee werkterreinen met één gemeenschappelijk doel. Dat zien we op het volgende plaatje. Dat is een land ontdaan van vooroordelen, met respect en waardering voor elkaar, voortdurend op zoek naar hoe we het beter kunnen doen. Waarbij ieder tot zijn recht komt. En dat heeft, eigenlijk hebben we dat opgedeeld in twee werkterreinen. Eén, dat noem ik dan maar de software. En dat kun je iets over terugvinden op onze website maatschappij.nu. Dat gaat over hoe we met elkaar omgaan. Dus hoe wij interacteren met elkaar in deze maatschappij, rekening met elkaar houden, respect voor elkaar hebben, elkaar helpen. En het tweede deel, waar dus dit boek meer over ging, gaat over de, wat ik dan noem de hardware van onze maatschappij. De manier waarop we zijn ingericht, hoe we functioneren, hoe we systemen hebben gecreëerd, regels en dergelijke. Nou, daar hebben we dus in dit boek, met name naar het laatste onderwerp, hebben we diep proberen te graven met een hele grote groep van mensen, ruim 150 nadenkende Nederlanders die hier iets over wilden opmerken. En dat zien we op het volgende plaatje. Daar kan je een negatieve conclusie uittrekken, maar dat is niet onze neiging. We proberen altijd alles positief te formuleren. De negatieve conclusie, het bouwwerk van de staat, en dan praat ik niet alleen over de overheid, maar over ons allemaal, is vermomd en deels verrot. En er is niemand verantwoordelijk voor, of we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. En dat illustreer ik me even. We roepen nu om een nieuwe bestuurscultuur. Maar naar mijn overtuiging hebben we behoefte aan een nieuwe volgerscultuur. Namelijk, we moeten allemaal met nieuwe praktische ideeën komen over hoe we ons verhouden tot elkaar en hoe we samenwerken. Maar wij hebben de positieve versie gekozen en daar straalt het boek ook uit dat de mogelijkheden om ons land een nieuwe basis te geven zijn een legio. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Dat is dus onze ambitie. Nou, uit dat geheel van die 15 hoofdstukken hebben we geprobeerd een aantal centrale thema's te reduceren die je eigenlijk overal tegenkomt. En dat noemen we dan een dozijn bouwstenen voor een nieuw Nederland. Op het eerste gezicht ziet die er heel simplistisch uit en open deuren. Maar als je ze stuk voor stuk gaat verdiepen, dan blijken ze allemaal heel buitengewoon interessant. Ik pak er één of twee. De menselijke maat is iets wat bij mij heel vooraan staat. We zijn de menselijke maat volstrekt kwijtgeraakt. We hebben organisatiemodellen in de praktijk, maatschappelijke organisatiemodellen die top-down zijn gestuurd, waarin de frontlijn geen elke vrijheid van handelen meer heeft. En onder het nobele motto gelijke behandeling moeten we tot de conclusie komen dat niemand de juiste behandeling krijgt, omdat iedereen verschillende behandelingen nodig heeft. Een andere is ontschotten. Dat is, we hebben alles in vakjes ingedeeld. We hebben een tijd dat we opgroeien, we hebben een tijd dat we leren, we hebben een tijd dat we werken. Terwijl die dingen eigenlijk allemaal samenhangen. En een van de dingen die in het thema werken met name benadrukt hebben, dat onbezoldigd werk kan in sommige gevallen aanzienlijk waardevoller zijn dan hoogbezoldigd werk. Dus dat onderscheid tussen betaald werken en onbetaald werken, dat moet je heel anders gaan inrichten. Nou, prestatie boven perfectie, dat is ook zo mooi. De overheid wordt noodgedwongen door de media en het grote publiek gedwongen om perfectie na te streven, dus geen fouten te maken. Terwijl je moet concluderen met het tempo van verandering wat we vandaag hebben, dat de ideale oplossing voor vandaag is de misser van morgen. We moeten dus veel meer prestatiegericht zijn, veel flexibeler en minder perfect. Nou, ik laat het hier even bij. Het thema rond dit alles is leven is een centraal gegeven waar alles met alles samenhangt. En zo moeten we onze maatschappij ook gaan benaderen. Meer individu en meer samenwerking. Daar laat ik het even bij. Dankjewel. Dankjewel, Mickey. Als jij nu je microfoon wil uitzetten weer, dan gaan we meteen door naar Jan Prins. Die een deel uit het boek wat Mickey net besprak meer wel gaat toelichten. Dat is namelijk het werken is leven, stuk over werken. Jan, mag ik jou het woord geven? Zeker, dankjewel Guido. Ja, mijn naam is Jan Prins, ik ben ondernemer en Mickey heeft mij gevraagd om als trekker te fungeren van dit onderdeel eigenlijk in het boek, een van de 15 hoofdstukken.
Ik ben ondernemer in talentmanagement en ik heb ook een bedrijf in Web 3.0. Maar voor nu, ik wil eigenlijk beginnen met waar Mickey is geëindigd. Dat is heel mooi, want jij eindigde met, laten we zeggen, dat het samenvattende noemer leven is. En zo hebben wij ook gekeken eigenlijk naar het thema werk. Dus vanuit een hele brede, zou ik kunnen zeggen, holistische visie. Maar eigenlijk zijn we ook tot de conclusie gekomen dat werken is leven. Dat is ook de titel van ons hoofdstuk geworden. En hoe wij dat zien is dat ja, je leeft niet alleen om te werken. Dat zien we natuurlijk nog wel eens. Maar je werkt ook om te leven. Het is eigenlijk die wisseling, die uitwisseling en waar het om gaat. Dus wij zien werk niet alleen als ja, voor het individu dat het een inkomen genereert. Maar het is ook eigenlijk een verrijking voor jezelf. Werk is ook een manier om jezelf te ontplooien. En dat geldt zowel materieel als immaterieel. En dat geldt niet alleen voor jou, maar dat geldt natuurlijk ook voor de samenleving. Dus we hebben eigenlijk vanuit een hele brede visie daarnaar gekeken. En als jij dan op de volgende slide wil laten zien, Guido. Dan dus hebben we dat eigenlijk teruggebracht tot 6 uitdagingen. En ons idee is eigenlijk als wij op deze 6 uitdagingen een antwoord weten te formuleren. Nou, dan komen we een beetje in de buurt eigenlijk van de visie die Mickey heeft geschetst. Voor het hele boek, meer wel. Maar wij bekijken het dan vanuit het domein werk. Nou, ik kan ze nog even voorlezen. Maar ik denk dat ze voor zich spreken. Hè. Streven naar passend werk, dus werk wat aansluit op jouw talenten. Dat is voor iedereen beter. Zoeken naar een dynamisch evenwicht, bieden van kwaliteit en bestaanszekerheid. Dan gaan we meer in de economische functie van het werk. Nou, thema gelijkheid en diversiteit. Spreekt ook voor zich, waarderen en ook zorgen voor machtsevenwicht. En dan hebben we met name nagedacht over de ja, wat traditionele verdeling die je vaak nog ziet, hè, tussen de werkgever en de werknemer. En ons idee is ook dat daar best wel, dan zou je wat meer gelijke verhouding in kunnen doen. En misschien is het leuk om dan naar de oplossingen te gaan. De volgende slide, Guido, want hoe wij daar eigenlijk mee om zijn gegaan, is dat wij eigenlijk 10 mogelijke oplossingen hebben bedacht. En die hebben we voorzichtig uitgewerkt in ons hoofdstuk. Eigenlijk, wat zouden we nou kunnen doen om deze 6 uitdagingen een stap dichterbij te brengen? Nou, wat je ziet zijn de eerste 5. En we zeggen het doel van deze webinarreeks die we hebben is eigenlijk dat wij elk van de 10 oplossingen, dat we daar een webinar aan willen wijden. En wat je kan zien is voor de mensen die ons trouw volgen, dat we verleden jaar 2 webinars hebben georganiseerd, eentje op 25 november, waarin we in zijn gegaan op onze tweede suggestie. En eerder dit jaar ook nog eentje. Maar vandaag staat eigenlijk centraal onze eerste. En ik zet ze een beetje in de volgorde waarin wij ze ook in het boek hebben gezet. En dat is onze suggestie om mensen meer bij hun werk te betrekken. En ik las ter voorbereiding ook natuurlijk het stuk van Mark, en daar heeft hij het over de competentiehoepels waar mensen doorheen moeten springen. En dat vind ik wel een hele mooie vondst van Mark, het woord. Maar het sluit ook eigenlijk heel erg aan op wat wij zelf als suggestie hadden. Het gaat namelijk om betrokkenheid. Wat we gewoon zien is dat mensen die meer betrokkenheid bij hun werk ervaren, die maken minder fouten, die lopen minder kans op een burn-out. Die zijn eigenlijk veel productiever. En dat is niet alleen fijn voor jou in je rol als werknemer. Of als meewerker, maar het is ook fijn voor jouw manager, want die zal het ook veel meer plezier ervaren in het aansturen van jou. En uiteindelijk is het ook beter voor de aandeelhouder of de belastingbetaler. En als mensen betrokken zijn bij hun werk, dan presteren ze gewoon beter. Het is ook een beetje natuurlijk een antwoord op de vraag van hebben we wel genoeg mensen? De schaarste die er is op de arbeidsmarkt. Als mensen productiever zijn en minder uitvallen. Ja, dat is ook een hele goede aanpak. Nou, kortom, dat is ons een van onze oplossingsrichtingen. Dat is eigenlijk ook de oplossing die het nauwst aansluit bij het kompas wat Mark heeft ontwikkeld. Ik denk ook dat ik het hier even bij wil laten worden inleiden. Misschien is het nog wel leuk om even de volgende slide, mijn laatste slide, te laten zien, Guido. Dat we zeggen, onze andere 6 oplossingen die we hebben aangedragen. Nou, 1 daarvan is ook al aan bod geweest in ons eerste webinar, dat was vorig jaar. En ja, je ziet hier eigenlijk ook de agenda voor de komende maanden, want ook elk van deze oplossingen willen we ook graag nog een webinar gaan organiseren. Dus ik zou sowieso zeggen, blijf erbij. Nou, Guido, hier wou ik het bij laten. En dan zoveel mogelijk tijd overlaten voor Mark.
Ja, dankjewel Jan. Als jij ook je microfoon wil uitzetten. En zoals jij en Mickey al hebben aangegeven, het is nogal wat en we verwachten ook nogal veel van de overheid. En dat was misschien altijd wel zo, maar misschien is dat nu nog wel meer dan ooit. En daarom hebben we Mark Verker gevraagd om een keynote te geven en met ons in gesprek te willen gaan over wat is dat publieke leiderschap nou in deze tijden die zoveel leiderschap vragen vanuit de publieke sector. Ik zet één slide op en Mark geeft mij aan. Dat gaat even te snel. Mark, jij geeft me aan wanneer je weer weg kan. En mag ik jou nu alle ruimte geven om jouw verhaal met ons te delen? Dankjewel, Guido. En goedemiddag allemaal. En dank Guido dat ik op deze bijzondere dag van jou deze inleiding mag houden als verjaardagscadeau. Dat stel ik zeer op prijs. Wat ik graag doe, is jullie meenemen in een zoektocht naar leiderschap in en door de overheid. De aanleiding daarvoor was dat ik het verzoek kreeg of ik een visie wilde maken op dat leiderschap van die overheid. En toen heb ik gezegd, laat me eerst eens even kijken van hoe mensen erover denken en wat ze ervan vinden. Dat heb ik gedaan door met heel veel mensen binnen en buiten de overheid over die overheid te spreken. En wat me toen opviel is, iedereen ziet een aantal opgaven, vraagstukken, soms dilemma's, die vragen om, wat doe je daarmee en hoe ga je daarmee voort? Het tweede wat mij is overvallen of bezig is gaan houden, je kan niet een precieze beschrijving geven hoe het op het moment X eruit ziet. Dat zal, denk ik, voor velen van jullie herkenbaar zijn. Het is meer een beweging dan wat ik noem de horizon. Overigens, de horizon beweegt ook nog als je die kant op gaat. Dus ik ben gewoon op reis gegaan, heb ik gezegd. Dan heb ik ook een reisverslag gemaakt van al mijn impressies. Als je geïnteresseerd bent, dat is ook in te zien op de site van de Algemene Bestuursdienst. Want alles wat ik heb gedaan, heb ik bedongen dat open zou zijn. Inmiddels ben ik bijna 400 gesprekken verder. En ongeveer 150 sessies en bijeenkomsten. En die heb ik verwerkt in het kompas. En ik neem jullie daarin mee. En het plaatje geeft ongeveer de samenvatting van dat kompas. Met de vraag die ik van iedereen kreeg. Wat moeten we doen? En hoe kunnen we van woorden naar daden komen in het handelen? En dat is ook het mooie van de publieke zaak. Hoe ga je met meer mensen stappen zetten in de richting die je graag wil? Vanuit inderdaad ook in mijn geval de positieve gedachte. Dat gaan we doen. Maar ik heb veel aandacht willen geven aan, waarom is het niet vanzelfsprekend dat we dat doen? Dus ook bij de publieke zaken is het belang van samenwerking evident en onderschreven. Maar ik heb in mijn kompas toch opgeschreven, samenwerking wordt meestal beschreven als dat je hoopt dat anderen doen wat jij graag wil. En dat geldt niet alleen binnen de overheid of tussen overheidsorganisaties, maar ook met partijen buiten die overheid. Een ander voorbeeldje, we hebben het over het belang van open zijn. Dat heeft zelfs geleid tot voorschriften dat we heel veel openbaar moeten maken. En ik heb gezegd, als je dan merkt dat mensen voorzichtiger worden in het opschrijven van dingen, dan leidt de wens van openheid tot geslotenheid. Dus het is een dilemma waarbij je niet moet zeggen er is één antwoord, maar je moet kunnen bespreken waarom dat blijkbaar een opgave is. Nou, zo heb ik uiteindelijk dat kompas proberen vorm te geven. Het interessante is, het is een niet-officieel stuk wat door iedereen wordt gebruikt. En dat past denk ik wel bij de werkwijze die ik heb willen hanteren. Dus het is niet een door het kabinet vastgelegd stuk wat naar de Kamer zou gaan, want dan wordt die ontdaan van elke prikkeling. En zeker sommige tekststukken die zijn niet heel erg positief over ook wat het voorgaande kabinet wel eens heeft geschreven. Maar het is voor de overheidspartijen allemaal een goed routeplan. Wat ik doe, ik licht er een paar uit en dan gaat zo meteen het plaatje uit beeld. Misschien dat ik hem nog een keertje terughaal als ik nog even een paar andere punten wil halen. Maar ik wou beginnen met eerst even de turbulente tijd en het belang van een kompas. En dan ga ik even naar het onderdeel veel eisende samenleving. En ik neem jullie even mee het richtingdenken als in de opgave die je daar tegenkomt. Dilemma's, paradoxen, puzzels, zo je wil.
En misschien nog even iets over het kompas. Ik heb in heel veel sessies om de oren gekregen de vraag gekregen of ik wel wist dat een kompas maar één punt had die naar het noorden wees. Dus ik ben me bewust van dat ik, als ik een kompas maak met 5 magnetische velden, dat ik niet de officiële kompas heb. Mijn antwoord is overigens altijd, de punt naar het noorden was niet bedoeld om naar het noorden te gaan, maar om je te oriënteren. Dus blijkbaar kun je dit wel gebruiken om richting te zoeken. Dus ik heb uiteindelijk 5 magnetische velden geïdentificeerd. En dat zijn de teksten die in het dik gedrukte staan. Dan gaat het plaatje er even uit en dan zal ik even het eerste punt oppakken, de turbulente tijd. Dus je mag hem er even uithalen, Guido. Dankjewel. In veel gesprekken vraag ik, wat kenmerkt deze tijd? En bijna iedereen zegt een turbulente tijd. Het gaat over turbulentie, politieke turbulentie, angst voor gezondheid. We hebben recent uiteraard de wereldangst van de inval in de Oekraïne gehad. Maar het is eigenlijk al systematisch lang bezig. En het interessante was ook dat de overheid is soms een deel van die turbulentie. Dus zowel in het denken over oplossingen als in het veroorzaken van turbulentie. Bekende zijn natuurlijk rondom de toeslagen en de Groningen. Maar het is al een wat langer verschijnsel dat de overheid ook deel uitmaakt van die turbulentie. Maar ook van het antwoord geven op die turbulentie. Mijn vraag is meestal aan de gesprekspartners. Is het nu een turbulentere tijd dan 40, 50 jaar geleden? Of 70 of 80 jaar geleden? Daar zijn we niet uitgekomen in de gesprekken. Dat waren ook turbulente tijden. Je hoeft maar naar de Eerste of de Tweede Wereldoorlog terug te gaan. Dat zijn geen makkelijke tijden geweest. Maar wat wel opvallend is, iedereen ervaart het als grote turbulentie. En vervolgens krijgt zeker ook de overheid de vraag, geef richting en sturing, neem regie. Die woorden vallen opvallend vaak. En dat is verrekte lastig. En daarom heb ik als eerste in die kompas opgenomen, hoe handel je in onzekerheid? Dat is ook niet nieuw. Misschien herinner je je nog dat premier Rutte ergens bij een van de persco's zei, ik neem 100% van mijn beslissing op 50% van mijn kennis. Nou, daar hebben we later nog wel eens wat olijke opmerkingen over gemaakt, want dat was 20%. Maar ja, politiek klinkt 20% heel slecht, dus het is 50% geworden. Maar het zegt iets over wat blijkbaar wordt verwacht. Zekerheid en onzekerheid. En dat is een hele lastige. Wat opvallend genoeg niet zo bekend is, dat ook in niet-crisistijd is dat ook al het geval. Dan nemen we ook vaak op een beperkte hoeveelheid kennis beslissingen. En dat heb ik genoemd sturen in de mist. Je hebt geen uitzicht op. En dat is een vrek lastige opgave. Die je ook niet moet adresseren als dan gaan we precies dit doen. Want dat betekent dat je en moet sturen, richting geven, maar ook moet kunnen bijsturen. En dan komt de hoofdvraag richting overheid. Wees wel een beetje koersvast. Dus de vraag is, wees flexibel als je impulsen krijgt van buiten. Maar kijk ook naar wat meer constante. En dan kom je eigenlijk op de kerntaak, zeker ook van het ambtelijk deel van de overheid. Lange baan schaatsen heb ik dat genoemd. Wij zijn in de wereld van hijgen en hollen terechtgekomen. Dat is zowel binnen als buiten de overheid. Alles moet. Alles is chefzagge. Alles moet onmiddellijk van een antwoord worden voorzien. Niet alleen door de crisis, ook ongeacht de crisis. Is dat een sturingsvariabele geworden die zijn weergaan niet kent? Dat is nog ten daarop toe, want dat kan zijn dat de reden is om heel snel te handelen. Maar de meeste vraagstukken, ook een pandemie, ook de crisis in de Oekraïne, ook stikstof, ook toeslagen, die zijn niet van de een op de andere dag ontstaan. Die hebben vaak een wordingsgeschiedenis van decennia, zo niet langer. En die hebben ook een uitloop die ook nog vele malen langer duurt dan het moment van hier en nu. En dat raakt een klassieke vraag aan zeker het ambtelijk deel van de overheid, maar ook aan het politieke deel. Hoe heb je en aandacht voor het hier en nu en de korte termijn en aandacht voor de lange termijn? En ik heb in mijn kompas geconstateerd dat de verbinding tussen die twee is eigenlijk het grootste punt. Je moet niet zeggen we moeten meer lange baan schaatsen. Je moet ook aandacht geven aan de korte termijn, maar je moet ze wel met elkaar kunnen verbinden. Van Jesse Zegers, Vlaamse hoogleraar, heb ik het woord tweaken daarvan overgenomen. Hoe zorg je tussen verbindingen? Dus stikstof moet je niet zien als ik neem nu een beslissing om 5 boeren uit te kopen om daarmee een natuurgebied meer aandacht te geven. Je moet de vraag stellen, wat wil ik met mijn natuur? En ook de vraag stellen, goh, hoe handig was het om zoveel natuurgebieden aan te wijzen? Nou, dan kunnen we in terugblikken, maar je moet ook vooruitblikken. En pas op dat je dus niet in het incidentenpolitieke gedeelte blijft zitten.
En dan geef ik jullie ook nog een niet onbekend politiek verschijnsel, dat er altijd onmiddellijk beloftes worden gedaan dat het nooit meer zal voortkomen. Ik bedoel, ik verwacht toch binnen enkele dagen dat de koopkracht uiteraard onmiddellijk wordt hersteld, ondanks de Oekraïne-crisis. En zeker voor de mensen die dat betreft. Nou, dat snap ik. Maar als je niet nadenkt wat dat betekent op lange termijn voor je hele staatsbestel en voor je inkomsten en uitgaven als publieke sector, dan weet je zeker dat twee dingen gebeuren. Dan moet je het later gaan repareren. Kan na 1 jaar, kan na 5 jaar. En een groot deel van de politieke vraagstukken ontstaat doordat beloftes worden gedaan die niet worden nagekomen. Volg maar alles of het nou over Groningen gaat of over de toeslagen. Het is bijna over onze eigen benen struikelen in het proberen zo snel mogelijk daar geruststelling te geven. En die snap ik. Maar de werkelijkheid is helaas dat in de wens om alles in controle te willen hebben, dat moet zijn dat je accepteert dat je niet in controle over alles kan zijn. Het levert wel de vraag op, en daarom ben ik ook blij dat ik bij jullie hier mag aanschuiven. Wat moet de overheid wel doen en wat moet de overheid niet doen? Er zit een onbeduidelijke neiging dat voor alles wat niet geregeld is of aan het probleem is, dat de overheid daarvoor aan de bak moet. En dat lijkt me echt een enorme onderwaardering van het maatschappelijk krachtenveld, wat veel beter op een aantal terreinen antwoorden kan geven. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren in de samenleving, eigenlijk waar jullie ook in jullie publieke zaak mee aan het samenwerken zijn. Maar let maar op, er is de afgelopen jaren een ongelooflijke hoos aan hier moet de overheid onmiddellijk antwoord op geven. En we hebben dat gezien bij de pandemie. Het was niet gebruikelijk dat de overheid beschermingsmiddelen inkocht. Ik heb als een van de andere activiteiten 2 keer een half jaar een crisisorganisatie mogen opzetten en mogen leiden. Dat hebben we overigens opgelost, die beschermmiddelen zoals mondmaskers, door samen te werken met alle partijen in de zorg, in de markt en in maatschappelijke organisaties. Maar het was wel frappant dat de overheid die nog nooit 1 mondkapje had gekocht, ineens moest zorgen dat er mondkapjes in Nederland kwamen. En die tendens zie je vooral in crisistijd, maar hij is ook een tendens die ondanks de crisis zichtbaar is. Wat ik wel in de coronacrisis heb gezegd, en dat hebben we ook gebruikt als motto voor het consortium hulpmiddelen, we zijn de brug aan het bouwen terwijl we nog niet weten waar de overkant is. En dat beeld gebruik ik, merk ik, vaker. Je moet beginnen met de brug bouwen en je weet nog niet wanneer je de overkant bereikt. Maar het mag je niet weerhouden om de brug te bouwen. Dus een vorm van handelen in onzekerheid met ook alle risico's van dien. Ik zal zo meteen nog, als ik daarvoor tijd heb, Guido, iets zeggen over risico's. Risicovol handelen. Want dan raak je het onderwerp fouten maken en dergelijke. Maar ik zal even eerst een ander punt uit het kompas pakken. Dat is wat ik heb genoemd. Hoe hou je verbinding met de samenleving? En hou je de publieke zaak goed voor ogen? Ik heb dat gezegd. De samenleving is veel eisend. Daar heb ik wel wat verwijt op gekregen, alsof dat niet mocht. Dat was niet mijn bedoeling. De samenleving mag terecht veel eisen stellen, ook aan de overheid. Maar we constateren ook dat de samenleving ook lang niet altijd alles accepteert wat de overheid doet. En dan krijg je een mooie spanning in die wisselwerking tussen overheid en maatschappelijke omgeving. Ik dacht dat Mickey het net ook al aanroerde toen hij het had over maatwerk. De overheid moet weer gezicht en gevoel krijgen. Dat is voor deel verdwenen doordat ongelooflijk veel wetgeving is geproduceerd die verbonden is aan IT-systemen of andere systemen die uniformiteit benadrukken. Dacht ik Mickey ook zeggen. Dat mag niet het antwoord zijn. Ik heb in het kompas gezegd, als ieder het zijne geven betekent dat je niet uniform maar specifiek moet zijn, dan is het raar dat het uniform het antwoord is van de overheid. We moeten wel begrijpen dat het niet onlogisch is dat je wat uniformiteit op een aantal terreinen hebt. Dus gelijke gevallen moet je gelijk behandelen, maar ongelijke gevallen moet je ongelijk behandelen. En dan kom je aan op de, wat ik heb genoemd, overheid moet gezicht en gevoel hebben. Dus als iemand met een zorg of een klacht of een vraag bij de overheid komt, dan moeten wij, laat ik maar zeggen, de telefoon opnemen. Dan moeten we zeggen wie wij zijn. Dan moeten wij luisteren naar de vraag en dan moeten wij de antwoord op kunnen geven. En het antwoord kan best zijn, nee, dat kan niet. Maar dan moet je het wel uitleggen. Maar ik zeg tegen al mijn collega's, en laat je een naam en telefoonnummer achter, want mijn ervaring is dat als ze de telefoon hebben neergelegd, vaak ook wel tevreden over het antwoord dat ze hebben gekregen, namelijk aandacht. Soms ook het antwoord wat ze hoopten.
komt er meestal nog bij het nadenken. Dit had ik ook nog willen zeggen. Dan moeten ze gewoon kunnen terugbellen. Het overheid moet gezicht hebben. We zijn met een aantal overheidsorganisaties ook bezig met, als de regel die veel uniformiteit kent, buikpijn veroorzaakt bij je als medewerker, dan moet je daar iets mee doen. De Sociale Verzekeringsbank doet dat onder andere. Moet je niet in je eentje doen. We moeten oppassen dat we willekeur weer terugkrijgen, want dat is mijn grootste zorg bij het onderwerp maatwerk. Maar het mag niet betekenen dat je geen gevoel hebt voor de vraag of de kwestie die speelt. En daarin moet je ook kunnen handelen. En als de regel dat verbiedt, of onmogelijk maar, dan moet je die regel ter discussie zetten. Of je gaat zeggen, op dit punt gaan we buiten de lijntjes, want we vinden dat. Maar dan moet je wel enig draagvlak voor organiseren. Dus je mag een frontline medewerker bij een uitvoeringsorganisatie dat niet zelf laten oplossen zonder dat hij de steun van zijn organisatie daarbij krijgt. Maar het woord buikpijn komt voort uit dat wij een woud aan regels hebben. Het is kerstboomkarakter. Voor elke uitzondering, voor elk probleem, is weer een nadere bepaling in onze wetgeving gemaakt. De hele boel sodemiet er bijna om van ingewikkeldheid. We kunnen het bijna al niet meer uitleggen bij de overheid. En laat staan dat iemand uit een bedrijf of een burger snapt, of een inwoner van Nederland, hoe dat in elkaar zit. Wat we als overheid ook moeten doen, is niet alleen de samenleving begrijpen, maar ook begrijpelijk zijn van de samenleving. Dus je moet laten zien hoe je werkt, wat je doet, en daar ook verantwoording over afleggen. Dat is de openheid die ik bepleit. Ik heb een beetje de pest gekregen over alles openbaar. Omdat dat uiteindelijk zichtbaar gedrag oplevert dat je niet meer alles gaat opschrijven. Voor de ouderen van jullie, dat was de film All President's Men, maar Deep Throat, met een gleufhoed op en een foute regenjas in de parkeergarage, wat mondelingen teksten overbracht. We moeten oppassen dat dat niet het systeem wordt als blijkt dat alles toch openbaar wordt. Want dan ga je voorzichtigheid introduceren. Dus ik ben voor openheid, maar ik vind dat je ook oog moet hebben voor wat er gebeurt. En ik neem mezelf maar als voorbeeld. Toen ik de opdracht kreeg al mijn appjes openbaar te maken, die ik in de afgelopen 2 jaar heb geschreven, moet ik jullie zeggen dat, ik stel de vraag straks maar eens even terug, wat doet het met je als al je appjes openbaar worden? En ik heb een aantal slechte eigenschappen. Eén van, ik ben ongelooflijk geestig. Alleen niet iedereen herkent het. Vrij veel appjes zijn bijna te geestig om te delen met anderen. Maar goed, dit was even mijn persoonlijke vraag. Maar denk maar eens even na wat er gebeurt. Ik bedoel, mijn stukken worden openbaar gemaakt. Al mijn uitgaven worden openbaar gemaakt. Al mijn mails worden openbaar gemaakt. Maar toen de appjes openbaar werden, toen dacht ik, nou, ja, even een anekdote. Toen ik vroeg, ik mag toch hopen dat jullie niet met een algoritme werken om de appjes openbaar te maken. Nou, dat was wel het geval. Ik zeg maar, gebruik je hem ook in de goede zin dat persoonlijke dingen eruit worden gehaald? Nou, dat bleek het geval te zijn. Dus mocht ik met een van jullie nog in elk appje het woord moeder hebben zitten, dan weten jullie nu waarom dat ik dat doe. Dan wordt dat appje niet openbaar gemaakt. Goed, de openbaarheid leidt tot geslotenheid. En ik probeer dus veel aandacht in mijn positieve gedachten. We zijn in staat om een brede beweging te organiseren. Heb aandacht voor de hiccups die erin zitten. Je moet niet dilemma's plat slaan door te zeggen, nou, dan gaan we maar een keuze maken. Dan moet je snappen waarom het een dilemma is. Ik schakel even naar nog een ander onderwerp. En Guido, dan moet je even de tijd in de gaten houden. Dat heb ik me even net fouten maken. Mag me always wat doen. Hij zit een beetje in de persoonlijke kant van het leiderschap. Ik heb dat uiteindelijk geen pantser, maar wel een ruggengraat. Waar zit je ruggengraat en waar zit je vermogen om open te zijn voor zowel mensen in je omgeving, de samenleving, andere organisaties? En wat mij intrigeert al wat langere tijd, is, hij mag inderdaad weer weg. Ik heb dat genoemd, fouten maken mag, maar wees je het doet. Mijn collega Einstein, hij is inmiddels overleden, maar we zijn allebei een filosoof van huis uit. Die heeft wel eens gezegd dat als je antwoorden blijft geven, zoals je altijd al gaf, dan geef je eigenlijk het antwoord wat een deel van het probleem is. Dus je moet op een andere manier met vraagstukken durven omgaan. Er moet een uitnodiging zijn om te kunnen innoveren binnen het publieke domein. En dat is niet vanzelfsprekend. Ik ben al wat langer voorzitter van de vereniging. We moeten meer buiten de lijntjes kleuren. Ik ben overigens ook enig lid, dat jullie dat nog even weten. Als je naar kinderen kijkt, en ik heb een kleinkind van 4...
die met de tong uit de mond aan het kleuren is, dan zie je dat haar omgeving in de loop van de weken die volgen steeds vaker zegt: goh, wat goed meisje, je kan al bijna binnen de lijntjes kleuren. Nou, tegen de tijd dat we de leeftijd hebben zoals wij nu in de kool zitten, dan kunnen we allemaal binnen de lijntjes kleuren. Dan zijn we heel voorzichtig om grenzen op te zoeken. Ja, en dan blijf je dus de antwoorden krijgen die juist een deel van het probleem zijn. Wat wel lastig is, is wat ik heb genoemd de afrekencultuur die we in Nederland hebben. Niet het enige land overigens waar dat gebeurt. En ik heb al wat vaker gezegd, maar zeker ook in het kompas, afrekenen dat doe je bij de maffia. Misschien nog bij de bakker, maar niet in het publieke domein. Maar het is wel het geval. Dat zit dus wel in de democratie. Dus dat noemen wij de inquisitiedemocratie. Dus op alles wat fout gaat, wordt het volle gewicht gezet. Terwijl je eigenlijk moet uitnodigen van zoek de grenzen op van nieuwe oplossingen. Wat ook past in die ruggengraat is het vermogen om te durven tegenspreken. Dat is lastig in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door hier en nu media geweld. Niet alleen sociale media, het is de wisselwerking van de media. Met liefst veel meer aandacht voor de relletjes en het gedoe dan voor wat goed gaat. Ik mocht de afgelopen jaar toch een paar keer met journalisten in het kader van interviews in kranten of op televisie spreken over dit onderwerp. En ik vraag elke keer opgewerkt, wanneer komt de rubriek dit ging deze week weer goed bij de overheid? En dan gaan al die journalisten altijd lachen. Ik zeg, waarom lachen jullie nou? En dan zeg ik, ja, daar zijn wij niet voor. Wij zijn het geweten van de democratie en van de overheid. Ik zeg, nou, dat wist ik niet. Ik ben toch al heel lang abonnee van een aantal van jullie kranten. Maar waarom schrijf je niet eens op wat goed gaat? Nou, in die omgeving is het niet altijd een premie om fouten te maken. En wat ook interessant is dat het steeds persoonlijk wordt. Dat hebben we natuurlijk ook gezien in de toeslagen, maar ook op andere domeinen. Dan wordt het individu binnen de overheid wat daarbij betrokken is, wordt op twee manieren kun je afzagen. Of bij de enkels, of je kunt onthoofden. En ik vind het op zichzelf niet zo erg als je in de top van de overheid zit, want het is mij ook wel eens overkomen. Maar het effect wat het heeft op jonge medewerkers die voorzichtiger gaan worden, daar ben ik van geschrokken in mijn zoektocht naar leiderschap. Men is dus bang, of het risico om bang te zijn, om daarin te handelen. En dan zit je ongeveer aan de achterkant van je eigen wensen om dingen te veranderen en te verbeteren. Dat brengt mij naar de afronding, want ik hoop dat jullie vooral vragen stellen of suggesties doen. Dit is een lange beweging. Hier heb je veel mensen voor nodig. Dat is ook wat ik met veel mensen op dit moment binnen de overheid of met mensen die met de overheid samenwerken probeer te bevorderen. Allemaal niet met zo moet het. Want die neiging die was ook binnen de overheid sterk aanwezig. We vinden iets belangrijk. We benoemen het als een competentieprofiel. En iedereen moet bij zijn selectiegesprek voldoen aan dat competentie. Of aan die vaardigheid. Zo hebben we al heel lang in ongeveer elk functieprofiel staat dat iemand politiek bestuurlijk sensitief moet zijn. Nou, niks tegen een dergelijke competentie. Maar als die vertaald wordt dat je probeert de minister uit de wind te houden, dan doe je het echt verkeerd. Je moet eigenstandige professionaliteit tonen als ambtenaar en daar ook een zekere autonomie in hebben. Uiteraard met ook verantwoording die daarbij past. Onze taak is niet om ministers uit de wind te houden. Onze taak is om de ministers dingen te vertellen, of wethouders of gedeputeerden, zo je wil. Want mijn kompas is voor de hele overheid bedoeld. En het kan zijn dat je zegt, van als je die kant op gaat, dan loop je de kans dat je in het ravijn stort. Dat moet je niet doen. Een van de ministers die ook in een dergelijk gesprek kwam, kreeg de vraag, hoe vaak moeten we nog zeggen, minister, dat dit geen goed idee is? Want de betrokken minister zei, nou, 3 keer is wel genoeg. Dus het kan zijn dat er een andere keuze wordt gemaakt. Maar je moet wel iets doen met de kennis en de ervaring. En dat is het grootste risico wat in de ambtelijke organisatie door mij wordt gevoeld, dat niet gebeurt en dat er zelfs een voorzichtigheid in sluipt, die ook te maken heeft met wat ik noem fouten maken mag en voorzichtig in nieuwe oplossingen bedenken. Daarmee rond ik af. Er staan uiteraard meer dingen in het kompas. Er zit een link, die heeft Guido, dacht ik al, gestuurd. Het is een buitengewoon lollig stukje wat zich heel makkelijk leest, zei de schrijver van het stuk. Maar dat moeten anderen maar bevestigen. Dus als je tijd en gelegenheid bladert, dus doorheen, je kan er heel snel doorheen. Het heeft niet de dikte van jullie boeken, dus misschien daarmee iets minder gewicht. Maar ik hoop wel dat het een uitnodiging is om mee te denken. Want dat is wat ik graag met anderen aan het doen ben. Daar sluit ik even af, Guido.
Mark, dankjewel. En dank je voor een heel open en met het woord die zelf ook een aantal keer gebruikt hebt, transparant, dat een beetje in dezelfde hoek ligt. Nee, ik heb het woord transparant niet genoemd, Guido. Transparant is heel doorzichtig. En als je het woord doorzichtig gebruikt, dan gebruikt niemand het meer. Open. Okay. Mijn excuses. En ik ken je inderdaad al lang en ik herken de geestigheid. Ik ga daar ook wat mensen vragen om reflectie. Een daarvan die ga ik nu vragen, als ze tenminste beschikbaar is, om te doen, dan ga ik haar naar panelisten promoten, zoals dat zo mooi heet. Dat is Elise Seithop. Elise runt een organisatie die heet Childpress. En zij laat jonge mensen naar die mensen kijken die van belang zijn voor de maatschappij. De overheid is extreem belangrijk in dat verhaal. Jij hebt dat ook neergezet. En ik zou eigenlijk Elise eens willen vragen, als jij dat verhaal van Mark hoort, Elise, hoe denk je dat jongeren op dat beeld en dat kompas reageren en of ze dat aanspreken? Dank je. Ik hoop dat ik goed geluisterd heb, want we zitten hier ook tegelijkertijd in het overleg. Dus ik ben wel aan het multitasken geweest. Maar ik heb ook net een foto gemaakt van het kompas, vond ik erg duidelijk. En ik dacht aan kinderen als eerste dat die hun natuurlijke ruggenmerg hebben. Dus dat inderdaad het reageren op een samenleving vanuit hun eigen ruggenmerg, zie ik dat ze dat per definitie doen. En dat zij meer dan dat we ons realiseren, denk ik, behoefte hebben om de publieke leiders ook persoonlijk te leren kennen. Ik zag, Mark, in jouw presentatie erg mooi naar veel eisende samenleving. Geeft de overheid gezicht en gevoel. En ik denk dat willen we het ruggenmerkgevoel van kinderen eren en respecteren, dat we dan heel snel dit moeten doen. En ik wil daar wel even de vergelijking met de propaganda in brengen. Dat ik denk dat wij in het Westen erg last hebben van dat we zo goede publieke leiders willen zijn, dat wij ons niet willen interveneren met de inhoud van het onderwijs. Dat we onderwijsvrijheid als het grote goed hebben. Maar als je kijkt naar wat er in de andere landen aan propaganda die naar het basisonderwijs toe gaan. Ik ben educatief uitgeefster, dus heb me verantwoordelijk gevoeld voor de informatievoorziening van kinderen. Belangrijk mensen- en kinderrecht is recht op access to information. En daar laten we ongelooflijk iets liggen. 1/3 van de wereldbevolking, ook in het Westen, zijn kinderen. En als je kijkt naar de definitie van het burgerschapsonderwijs, ik heb eerder de andere twee panelisten, Jan en Mickey, nog niet gezien of gehoord. Maar het hapert, of het is eigenlijk nog niet eens gestart, denk ik. Dus dank voor dat kompas. En we laten de energie en kracht van kinderen echt, vind ik, helemaal liggen. Om nog één dingetje over te zeggen. Er zijn verschillende gemeentes die doen aan kinderburgemeesters. Wat delen we weinig aan kennis in Europa over hoe je democratie, onderwijs aan kinderen goed doet. Wales is opgehouden met een jeugdparlement, omdat als het parlement toch niet luistert naar de jeugd, dan is hun eerste ervaring met democratie al meteen negatief. Terwijl kinderen, als ze gehoord worden en een plek krijgen in een participatienetwerk, dan bloeien ze en dan willen ze met volle kracht, geven ze een hele ruggenmerksgevoel. Delen ze en mogen in contact zijn met het parlement. En in Nederland zijn er verschillende gemeentes, kinderburgemeesters, allemaal leuk. Maar waar is er een democratisch proces dat alle kinderen betrokken worden met het gegeven burgemeester en kinderburgemeester? En waar is de media die volgens ons essentieel is als het gaat om democratische processen? Ja, het is mijn stokpaardje, maar dat er schoolkranten zijn, buurtkranten zijn, waar kinderen ook hun bijdrage in leveren. Daar is ook geen enkele structuur voor. Dus er is geen structuur vanuit de educatieve uitgevers, vind ik. En vanuit de overheid naar de verantwoordelijkheid van dat kinderen toegang hebben tot burgerschapsinformatie, om inderdaad de overheid een gezicht en een gevoel te geven. En
En we laten de democratische processen, doen we iets van, maar net alsof we nooit nagedacht hebben over wat zijn de pijlers van de democratie en wat betekent het op 100% van de burgers te engageren. Elise, je hebt een uitgebreid verhaal. Denk jij, en ik vraag daar Mark natuurlijk om even op te reageren, heb jij het idee dat kompas die jongeren gaat helpen om anders naar de overheid te kijken op een betere manier? Het gaan doen, als we het gaan uitvoeren, ja. Ja. Niet als het een tekening blijft die wij volwassenen een goede weergave vinden. Nou, dan, dat is denk ik een heel mooi statement. Dan Mark, wil je daarop reageren? Ja, dankjewel Elise. Dus even dat laatste. Ik heb mijn kompas wel een Ajax-quote als een Feyenoord-quote zet, maar dit is dan de Feyenoord-quote. Geen woorden, maar daden. Dus als je dingen benoemt en je doet het niet, dat is het meest dodelijke in je beweging die je organiseert. En daar hebben we veel voorbeelden van, ook in het recente verleden. Nee, dus doen. Maar ik vind dat een overheid moet gezicht hebben. Die moet ook begrijpelijk zijn. Die moet ook voor kinderen begrijpelijk zijn. In een overheid die eigenlijk in de afgelopen decennia zich meer heeft teruggetrokken achter een muur van wet en regelgeving en systeembenadering. Ja, die heb je niet van de een op de andere dag in een ander format gegoten. Dat gaat erom, zijn we het hierover eens? En hoe maak je die beweging? Dus alles wat je met de eerste stap kan doen, dat heeft zijn voordeel. Ik heb wel eens verwezen naar Mao, zo lange maar zo ook met de eerste stap begonnen. Hè? Ik bedoel, it takes time. En grote veranderingen moet je tijd voor nemen. En dat geldt zeker ook als het gaat over de inhoud van het onderwijs. Elise, ik heb op dit moment veel betrokkenheid bij het onderwijs. Ik ben toezichthouder bij heel veel basisscholen. Maar ik ben ook ooit directeur primair onderwijs geweest. En mijn frustratie is uit die tijd dat de opdracht die je net gaf zorgt dat in het onderwijs dingen aan de orde komen die relevant zijn voor kinderen, zoals burgerschap. Dat elke keer als we gingen sleutelen aan de inhoud van het onderwijs, dan stortte de hele belangenwereld zich op dat onderwerp. En al dan niet direct of via het parlement was iedereen zijn plasje aan het doen. En ik eindigde elke keer met een kerstboom aan doelen voor het onderwijs. Ooit waren het nog eindtermen, toen werden het kerndoelen. Vervolgens heet het een curriculum. Je hebt de club van Paul Snabel gehad, die ook veel meer aandacht wilde hebben voor de toekomst. Ja. Mind you, we zijn de kinderen niet aan het voorbereiden op gisteren, maar op morgen. Ja. Ja. Dus even, bij de overheid is het een kunst om al die belangen en belangen, tegenstellingen en optelsommen van belangen, toch uiteindelijk terug te werken tot een aantal kernpunten in je programma. Ja. Maar hebben we heel... Oké, ik heb een hond, zoals jullie wel zo weten. Daar zijn we heel slecht in. En dat eindigt dus in het parlement elke keer dat elk Kamerlid nog iets erin amendeert. En dan krijg je dus verdorie weer een niet werkbaar kern van je onderwijspakket. Ja. Maar goed, ik geef even mijn eigen... Ja, ik zie het... Vallen en opstaan. Ja. Of meer vallen dan opstaan. Ja. Maar ik ben het er hartstikke mee eens. En ik vind ook dat je dan ook als overheid er even weg moet. Want de leerkrachten, met uiteraard het lesmateriaal wat jullie hopelijk ook aan, die moeten het doen. En dan moet je niet elke keer een plantje uit de grond trekken om te zeggen, hoe kan het dat die kinderen dan niet kunnen rekenen? Of, we hadden toch iets over burgerschap? Maar goed, ook daar moet je lange adem hebben. Maar we zijn er niet zo goed in, Elise. Dus ik vind dat het bijna over geprogrammeerd wordt voor wat er allemaal vanuit de samenleving wordt gezegd over het onderwijs. Helemaal eens. Ik word er even op. Oké. Dank jullie wel. Ik degradeer Elise weer naar attendee. Dat is niet omdat ze niet aardig is, maar dan kunnen we de volgende doen. Mickey, ik zou jou ook gewoon even graag om een stukje feedback willen vragen. Want je hebt natuurlijk net een inleiding gegeven. Je hebt nu naar Mark geluisterd. En dan willen we ook graag naar jou luisteren, maar dan moet je wel je microfoon aanzetten. Nou, ik hoop dat ik er weer ben. Zeker. Heel goed. Nou, ik zie veel herkenbaars, maar de uitdaging voor iedereen is om al dit soort onderwerpen ergens in een totaal te vatten, in plaats van een lijst van onderwerpen die onderling conflicterend zijn.
het licht dat ik gezien heb na al die inspanningen van al die mensen die aan dat boek gewerkt hebben, is het volgende. Namelijk dat wij met z'n allen, en daar zijn we ook met z'n allen verantwoordelijk voor, nobele doelstellingen, oorspronkelijk nobele doelstellingen, zo in extremis zijn gaan toepassen, dat ze tot desastreuze gevolgen leiden. En dat zie ik in veel van de voorbeelden die net genoemd worden. Het onderwijs is er natuurlijk één van, maar het woord privacy is dat, als je dat woord gebruikt, dan is je tegenstander direct uitgeschakeld. Maar het woord privacy, de toepassing daarvan, heeft geleid, heb ik me recent laten vertellen, dat bijvoorbeeld die ruim miljoen gezinnen die intensief met de overheid te maken hebben, dat zijn gemiddeld 6 afdelingen van de overheid, dat die niet met elkaar mogen praten over het geval. Nou, dan kan je je voorstellen wat voor drama dat tot gevolg heeft. Datzelfde geldt in de gezondheidszorg. We hebben in de 80e jaren honderden miljoenen uitgegeven aan elektronisch patiëntendossier. Dat hebben we laten struikelen op privacyoverwegingen. En diezelfde onderwerpen gelden niet alleen voor de gezondheidszorg, voor het onderwijs, voor de zorg in het algemeen. Maar dat is maar één voorbeeld. Mark noemde het er net al, gelijke behandeling, dat is ook zo'n prachtig idee. En daar sta ik ook helemaal achter. Maar gelijke behandeling in extremis betekent dat niemand de juiste behandeling krijgt. Want iedereen op elk gebied heeft een individuele behandeling nodig. Nou, die thema's zie ik allemaal terugkomen. En ik denk, voor mij zie ik de ultieme uitdaging om in brede lagen van de bevolking de overtuiging te doen postvatten. Wij moeten praktischer gaan denken over de dilemma's waar we voor staan. We moeten niet zo principieel allerlei van die begrippen hanteren als privacy en gelijke behandeling. En discriminatie, ook zo'n prachtig woord waar iedereen op struikelt. Maar we moeten gewoon praktisch zijn en menselijk in onze toepassing van deze begrippen. En dat betekent dat je veel minder moet specificeren. Dus we moeten een veel hoogwaardiger overheid hebben in de zin van mensen die wat kunnen en wat durven. Met name dat laatste is de uitdaging. Maar waar je ook minder specifieke eisen aan stelt, die grotere vrijheid hebben en die met name moeten inspireren en faciliteren in wat er in dit land gebeurt. Mark, dat klinkt toch als... Het klinkt als... volgens mij zijn we het behoorlijk eens, Mickey en ik. Wat ik heb gezegd, kijk, als je de ongelijkheid als uitgangspunt neemt, dan moet je dus ook ongelijke keuzes durven maken waar dat kan. Dat kan nog steeds onder zeg maar, geholpen worden met een aantal slimme, wat uniforme oplossingen. Deels IT gerelateerd. Maar ik heb gezegd, kijk, als je ambtenaren beschouwt als robots die moeten uitvoeren wat precies in de wet staat, dan ben je ongeveer de meest suffe leidinggevende van een overheidsorganisatie. Want je hebt juist mensen om je heen verzameld die verstand en gevoel moeten hebben over wat er speelt. En daar moet je iets mee doen. Dus ik heb de stelling ook in het kompas betrokken. Ambtenaren zijn geen robots. Die worden geacht te kunnen denken en te kunnen handelen. En als ze dat lastig vinden, dan moeten ze dat doen door met anderen daarover te sparren. Dat is het type overheid wat we weer veel zichtbaarder moeten hebben. Want de overheid bestaat uit ongelooflijk veel slimme mensen. Dus ik nodig je nog steeds uit voor een rondleiding in het overheidsgebouw. Elk moment kun je aanmelden, dan ben ik graag jullie gids. Het barst van de geëngageerde en het barst ook van de slimme mensen. Maar ze dreigen voorzichtiger te worden en zich te verschuilen achter. Nou, daar is het punt van Mickey. Dat moet je niet doen. En wat Mickey gelukkig onderschrijft, dat is de kern van mijn kompas, denk ik. Privacy had inderdaad als voorbeeld een hele goede reden. Maar je moet oppassen dat privacy de enige roepel is waar men doorheen moet springen. Je moet een afweging maken tussen een aantal factoren die een rol spelen bij een beslissing. Die moet je door mensen laten nemen en die moeten zich ook daarop verantwoorden. Dat is de overheid die we moeten willen hebben. En dat wil niet zeggen dat privacy dan weer in de prullenbak gaat, want dat doen we meestal. Dan gaan we de slinger weer de andere kant op. Nee, erkennen dat dat wel een vraagstuk is, maar dat het niet een uniform is en dus het mag niet van de privacy, zoals Mickey net zegt. Nou, het sterft van dat soort dilemma's. Dus onderken dat dilemma. En geef mensen, doe de uitnodiging om daarin te hanteren, te handelen en beslissingen te nemen. Maar leg ook uit waarom je het hebt gedaan.
Dus ik ben heel erg voor de verantwoording. Ik ben ook heel erg dat ambtenaren zich verantwoorden en niet pas op het moment dat er in het parlement een technische briefing komt. Nee, naar je maatschappelijke omgeving. We zijn verdorie samenwerkend met heel veel partijen om ons heen. Nou, daar zit onze verantwoording. Ook naar de politieke leiding uiteraard, maar de eerste verantwoording is naar je maatschappelijke partners. Maar is het juist? Ik ga even een korte vraag. Of had je nog iets heel kort, Mickey? Ik heb een open vraag die ik graag aan Mark stel. Ik heb me laten vertellen dat Tweede Kamerleden niet met ambtenaren mogen praten. Is dat juist? Nou, het is omgekeerd. Ambtenaren mogen niet met Tweede Kamerleden praten. Nou, dat heeft hetzelfde effect. Ja, maar het is wel vrij subtiel in zijn verschil, hè. Dus ik heb gezegd, die Okase Kok moet echt de prullenbak in. Hij is een beetje aangepast door het vorige kabinet. Dus het is van Okase Kok naar Ukasja gegaan. Ukasja Ollongren, dat met minister. Maar dat zie je wel vaker, Mickey, denk ik ook met jouw ervaring bekend. Lang niet alles meer staat in een regeling waarin precies staat wat je niet meer mag doen. Maar we denken dat het niet mag. Dus ik vraag altijd, waar staat dat je dit niet mag? Dus ik praat gewoon met Kamerleden. Ik moet natuurlijk niet met Kamerleden praten en daarmee mijn minister voor de voeten lopen, die bij de eerstvolgende Kameroverleg te horen krijgt. Ja, maar die Mark zei toch echt iets heel anders. Wat vindt u daarvan? Dat is een andere. Nee, dus we moeten ophouden dat we dat niet kunnen. En ik heb de gemeente als voorbeeld genoemd, want dat mag het Rijk ook vaker doen. Daar is in veel gemeenten het vanzelfsprekend dat een gemeenteraadslid contact kan opnemen met een ambtenaar en vragen stellen of dingen bespreken. En uiteraard hoort het tot het fatsoen van de ambtenaar om dat ook aan zijn bestuurder te vertellen. Maar Okase Kok is uit de jaren 80 en die was uit de fase van het politiek primaat. Nou, dat ding is nog steeds niet afgeschaft. Terwijl de jaren 80 toch alweer een beetje terug zijn. Dus een lange antwoord. Nu ga ik naar Jan, want anders redden we 2 uur niet. Jan? Sorry Guido. Ja, dankjewel Guido. Ja, Mark, ik vond het een prachtige verhaal wat je had en hele mooie observaties. En dat zeg ik een beetje als, laten we zeggen, betrokken belastingbetaler, ex-ambtenaar, als deelnemer in de publieke zaak, maar ook als leverancier van jouw ministerie. Maar wat mij opviel is dat je, ja, het heet publiek leiderschap, maar in mijn gevoel beschrijf je eigenlijk niet alleen de dilemma's die leidinggevenden hebben, maar eigenlijk beschrijf je veel meer de cultuur. En die geldt dus eigenlijk voor iedereen op de werkvloer. Dat heb ik goed denken. En daar zou mijn vraag aan jou zijn. Omdat je zegt dat het stuk eigenlijk wat je hebt gemaakt geen officiële status heeft. Dus je doet al die observaties. Je geeft eigenlijk aan wat er zou moeten veranderen. Of wanneer het beter zou gaan. Hoe zie jij nou die verandering tot stand komen? Want dan heb je het misschien over een soort van cultuurverandering. Het antwoord is ja. Maar ik gebruik het woord cultuurverandering nooit, Jan. Want dat is altijd bij de overheid loop ik dan de kans dat er dan besloten wordt om daar een project eens van te maken, een stuurgroep voor in te stellen en vervolgens eindelijk een programma wat niks doet. Dus het beschrijft de werkelijkheid, als je het zo bedoelt, dat is waar. Ik heb gezegd, leiderschap is niet hetzelfde als management, maar management zonder leiderschap is killing. Maar leiderschap kan door iedereen worden getoond. Dus ik ben met dat woord verder gegaan. De kunst is gewoon om te doen, en dat is eigenlijk wat jullie ook aan het doen zijn met de publieke zaak. Hoe verenig je mensen die willen meewerken aan verandering. Die bundel je, die krachten. Dat is wat ik aan het doen ben. Vandaar dat ik ook gezegd, ik ben eigenlijk wel heel enthousiast dat het stuk geen enkele status heeft als iedereen maar wat mee doet. En nou, de secretaris, de generaal van alle departementen hebben gezegd, dit is ons stuk. Dat geldt ook voor heel veel andere leiders van grote organisaties, maar ook op gemeente of provincieniveau gebeurt dat. En dan denk ik, het gaat niet om het document, het gaat om wat doe je daarmee? En wie gaat met wat aan de slag? Je moet niet alle punten tegelijkertijd oppakken. Want dan struikel je bijna op je eigen benen. Maar ze zeggen wel, het staat er allemaal wel in nu. Nou, dat is in een stuk wat nog geen 25 bladzijden lang is. Ben ik in ieder geval wel redelijk content dat daarin wordt herkend. Dat dit leidend kan zijn om dingen te doen. Dus wat er op dit moment gebeurt is, van individuen tot met groepen tot met organisaties, die zijn met dingen aan de slag. En dat zou ook wat meer tussen overheid organisaties en niet-overheidsorganisaties moeten gebeuren. Dus vandaar dat ik blijf zeggen, ik blij ben dat ik in dit gezelschap daar iets over mag zeggen. Want jullie verenigen behoorlijk wat maatschappelijke sleutelfiguren in jullie organisatie of beweging. Maar het gaat over beweging. Niet lullen, maar poetsen. Ja, we zijn op het eind, het is altijd hetzelfde liedje. Weet je, het is te leuk, maar het duurt maar een uur. Een hele simpele
eindvraag, Mark. En hoeft geen ja-nee vraag te hebben, wel gewoon een open vraag. Ja. Ben jij hoopvol dat zeg maar, de overheid die rol die jij ziet in gaat vullen en dat dat ook gewaardeerd gaat worden? Of denk je dat er nog heel wat hoepels zijn waar mensen erheen moeten voordat we daar zijn? Ik ben hoopvol, ik ben optimistisch, ik ben positief. Dat staat zelfs in het kompas, de optimisme drijven. Ja, goed, ik ben veel te veel mensen tegengekomen die dat willen, Guido. Dus deels frustratie omdat dingen niet goed gaan. Dus dat is een drive. Maar ook, ik werk bij de overheid, zeggen mensen met wie ik spreek, omdat ik dit wil. En die willen graag aan deze veranderingen werken, ja. En daar moet je altijd beducht zijn dat je dan hoepels hebt, ja. Ach, inmiddels kan ik redelijk goed springen. Dus, en ik ben niet... Mag ik iedereen ontzettend hartelijk bedanken. We zijn 2 uur, dus we sluiten af. We gaan zeker kijken hoe we met Mark binnen de publieke zaak samen verdere zaken kunnen doen. Ontzettend fijn dat jullie er waren. De opnames komen richting jullie toe en we pakken het verder op. En ik stel voor dat we met Mark ook nog een vervolgafspraak maken om nog wat verder in details door te spreken. Hartstikke bedankt. Hele fijne dag. Ik ga de rest van de taart opeten. Want Mark was natuurlijk toch zo geestig om dat toch nog even erin te brengen. Van harte gefeliciteerd, Guido. Ja. Dank je wel. En beste mensen, tot kijken allemaal. Tot de volgende keer. Dag.